De Republic Bank en het Diaconessenhuis zullen dit jaar een nierdialysecentrum bouwen voor kinderen. Dit zei de algemeen directeur van de Republic Bank, Sean Hussein, vandaag bij de presentatie van het sociaal-maatschappelijk programma The Power to Make a Difference. Van de bank. Voor dit jaar van 2017 tot en met 2019 heeft de bank jaarlijks 3 tot 4 projecten uitgevoerd die te maken hadden met de gezondheidszorg, onderwijs en seniorenburgers. Dit jaar is ervoor gekozen om slechts 1 project uit te voeren en dat is de bouw van een kinderdialysecentrum. Dit project wordt in samenwerking met het Diaconessenhuis uitgevoerd. Hussein vertelt waarom er gekozen is voor dit project. To bring context to the benefits that this project will bring to Surinamese, permit me to delve into some statistics. According to the World Health Organization's World Health Rankings 2017 report, kidney disease is the 5th leading cause of death in Suriname. Further, deaths from kidney disease is 1 of 4 causes of death in which Suriname is rated poor by international peer standards out of 191 countries. Our country is ranked 18th in the world with 34 deaths per 100,000 population, which in 2016 means simply that 169 deaths were attributed to kidney disease. From this grim data, the following conclusions can be drawn. In the absence of a pediatric dialysis, machines, it can be assumed that a disproportionate share of deaths occur among children. Op dagbasis moet er in Suriname tenminste 1 kind worden gedialyseerd, haalde kinderarts en nefroloog Werner Keenswijk van het Diaconessenhuis aan tijdens zijn presentatie. Keenswijk is de manager van het project. Elke dag wordt er minimaal 1 kind in dit land gedialyseerd. Dit gebeurt niet zoals dat hoort te gebeuren met kinderdialyse, apparatuur en machines, maar dit gebeurt vooral met volwassen apparatuur. En dat is een aantal problemen en daar gaan we het over hebben. Wat is dialyse? Dialyse is nierfunctievervangende therapie. Welke vormen van dialyse kennen we? We kennen buikdialyse en we kennen hemodialyse. Waarom is dialyse noodzakelijk? Dat is noodzakelijk wanneer de nieren heel slecht functioneren. Het zij door een acuut probleem of door een probleem dat zich over lange termijn ontwikkelt. Wat doen de nieren en waarom zijn ze zo onmisbaar? Nieren zorgen voor een legio aan functies in het lichaam. Ze zijn belangrijk voor de bloeddruk. Ze zijn belangrijk voor de vochthuishouding, dat er niet te veel vocht in het lichaam blijft zitten. Ze zijn belangrijk voor de productie van hormonen, die onder andere ervoor zorgen dat onze bloeddruk goed gereguleerd wordt, maar ook voor het aanmaken van rode bloedcellen. Kinderarts en nefroloog Werner Keenswijk van het Diaconessenhuis, vandaag in het Courtyard Marriott Hotel. Het Diaconessenhuis en de Republic Bank zullen in het kader van het Power to Make a Difference programma dit jaar een kinderdialysecentrum bouwen.